mij klopt af. Dames, kunnen jullie een beetje bumpen en grinden? Nee. Wat nee? Nee? Beetje los, hè? Nee. Niet? Nee. Eén van jullie moet namelijk 1 minuut lang een lapdance geven. Aan één van de mannen in het publiek. Ja. Luister, luister. Zijn hartslag moet door die dans met 20% omhoog. Oh mijn god. Ook kan wel Titus gezet zijn. Lukt dat niet, dan liggen jullie uit het spel en mag het reserveteam gaan dansen. Rick, hoe hoog is jouw hartslag nu? Okay. Kijk, die hartslag moet dus omhoog. En bij Rick is dat wel super makkelijk, let op. Echt waar? Echt waar? Oh, wow! Oké, 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 dames, ik zie jullie al kijken. Wie ga ik kiezen? Maar zo zit de vork helaas niet in de steel. Nee. Het is namelijk niet aan jullie. Oh, het winnende team mag een man uit gaan kiezen die hier op deze stoel gaat zitten. IJskonijn. Hebben jullie al iemand op het oog, gymdocenten? IJskonijn. 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 Doe je best, jongen. Nou, kom je wel even een afleveringetje kijken. Ja. Wie is je naam? Denzel. Denzel. Ja, ja. Nou, je mag mee. Je mag de stoel. Heb je wel eens vaker een lapdance gehad, Denzel? Ja, ik ben het gewend. Je bent het gewend? Dames, jullie kunnen in de tussentijd even nadenken wie die lapdance gaat geven. Wie die Braziliaanse heupen heeft. Ik zou Anneke niet doen. Als nee, je die hart zou nee, Anneke heeft wel slim gedaan. Ja. Geen seks sexy hoor, zo'n baard. Wie denkt, dat lukt mij wel van de dames? Ja? Ja? Zelfverzekerd? Daar houden we van. Marjolein, kom maar naar beneden. En jongens, dit is even heel erg belangrijk. Stel je eerst maar even voor. Hi. Marjoleine. Kijk, ik zag al een knipoogje ook. Heel goed. Ja, ja, ja. Speelt voor alle duidelijkheid. Binnen 1 minuut moet zijn hartslag 20% zijn gestegen. Naar 90 dus. Wat is je tactiek? Beetje in zijn nek zo. Oh. Wil je ook een muziekje of zo? Ja. Ja? Mag dat? Dan gaan we regelen. En jongens, lukt het niet, hè? Dan zijn jullie uit het spel. Ja. Dus doe ongelooflijk je best. Ben je er klaar voor? Dan gaan wij er ook voor zitten. Start de muziek maar voor Marjoleine. Maar wacht maar, tot Marjolein de tiet in de strijd gooit. Hij heeft geen woorden meer. Zit er een gelukkig man naast me? Wil je er nog even bedanken? Geef een hartelijk applaus, want jullie zijn door. Hè?